Het onderzoek algemeen ging daarover dat de globale idee is de performer wordt een soort installatie en het systeem, wat ik dan, ik noem het systeem, dus technologie wordt performance eigenlijk. Ik ben tijdens dat ik met andere theatermakers ben begonnen te werken een aantal jaren geleden, eigenlijk meer via toeval begonnen een laptop in te zetten en soundscapes daarmee te maken, dus heel erg vanuit de muziek. Ben dan zelf meer de hoek van de live elektronica ingegaan, dus heb ook als muzikant in theaterstukken op de laptop meegespeeld. En heb nou daardoor bijna bijna een organische ontwikkeling daardoor gemaakt dat ik steeds meer daarmee ben gaan werken. En daardoor het ook steeds meer een vanzelfsprekende rol in mijn werk innam. Nou, ik was natuurlijk al een tijdje lang bezig met de conceptuele ontwikkeling van dat stuk wat ik dus naar het lab mee wilde brengen. En ik wist dat ik live video en live audio wilde gebruiken. Dus het idee was dat de twee performers hele korte dingen doen, of het geluid is of beweging. Die worden door de computer opgenomen en de computer maakt daaruit een performance. Dat was het uitgangspunt. Wat ik zelf onder andere daarvoor had gedaan, was dat ik een klein programmaatje had geschreven wat tijden kiest waarop de performers dingen moeten doen. Via toeval. Dus dat kan ik me ook herinneren, bracht ik nog naar het lab mee dat jullie het konden inbouwen. Daar waren we verder, hadden we nog video's voorbereid. Dus ik had met de performers in repetities video's opgenomen waar zij bepaalde teksten spreken. En daar waren bepaalde audiofragmenten die ik mee had gebracht van opnames wat de altviolist speelde en wat ik al elektronisch veranderd had. En ik kan me herinneren dat het ook was in discussie met jou, omdat volgens mij was de audio engine nog niet zo ver dat je hele vergaande veranderingen van het materiaal kon doen. Dus heb ik dat alvast een beetje voorbereid om een idee van die klank daar te krijgen. Ja, nou volgens mij was het, ik zou het bijna een beetje onhandig mengsel allebei noemen. ik had wel een bepaald idee wat ik met het materiaal zou willen doen dan. En tegelijkertijd levert natuurlijk wat ik dan het systeem noem wel ook materiaal op. Maar ik had jou op een bepaald moment ook een bepaalde lijst gestuurd met dingen waar ik denk, oh ja, dat zou ik graag van het systeem willen, dat het kan. Dus dat, daardoor gaf ik natuurlijk wel aan dat ik bepaalde ideeën al had over wat ik met het materiaal wil doen of hoe het materiaal zou gebruikt worden of verwerkt worden.